hadden een aantal ideeën bedacht en dat zijn schijnwerpers voor, op de, voor bij de kerk, zeg maar, en om de bomen mee te verlichten. Want we vonden hoe de kerk, zeg maar, nu verlicht was, vonden we niet heel sfeervol, omdat er, zeg maar, twee grote spotlights stonden, waarvan eentje het niet deed. Dan hebben wij lichtgevende bloembakken bedacht. Deze brengen, zeg maar, de sfeer terug in de stad, omdat we hebben gehoord dat het vroeger een heel groot uitgangspunt was, zeg maar, en dat wouden we graag weer terugbrengen. Lampionnen, hier hadden wij een weg van een lampionnenmarkt, zeg maar. Dat er één keer in de week bijvoorbeeld een markt is en hangen dan allemaal lampionnetjes boven. En dan ja, de lespotjes voor bij de kerk. We moesten de kerk in Almelo hier moesten we opnieuw verlichten. En moesten we een paar ideeën zijn we vervolgens gaan brainstormen. We moesten de kerk opnieuw inlichten en de omgeving. En ja, daar zijn we zo tot een idee gekomen. Daar kan Tim ons wel iets over vertellen. Nou, wat ons idee was, we hadden meerdere ideeën. Daaronder is bloembakken bijvoorbeeld die licht geven, maar ook een marktje organiseren die één keer in de week daar staat met allemaal lampionnen. En daar mag je dan aan meedoen als je ook bijdraagt aan het lichtcircuit, zeg maar. Nou ja, wat betreft de bloembakken, deze kunnen van kleur veranderen en ze zijn gekoppeld met je telefoon. Dus op het moment dat jij daar door een steegje loopt, dan kun jij een kleur stellen welke jij graag zou willen. En dan wordt hij die kleur. Maar stel, er lopen meerdere mensen door een steegje en die willen misschien ook allemaal hun eigen kleur. Dan wordt hij gewoon één grote neutrale kleur en wit. We zijn er volgens mij zo'n 8 weken mee bezig geweest. En de eerste week een oriëntatie, dus kijken hoe de stegen in elkaar zitten en wat voor verlichting het beste is om te gebruiken. En daarna nog een paar weken met het prototype en dan de presentatie en het verslag maken. Ja, ik weet, weer een mooi ontwerp zie ik weer gemaakt.